Het ontginnen van veengronden was in de late middeleeuwen zeer belangrijk voor de Zeeuwse economie, voor de winning van turf als brandstof en voor de productie van zout. Het zogenoemde zoutzieden, zoals bij Zierikzee gebeurde. Dit is het schilderij. Dit hangt hier in het Stadhuismuseum van Zierikzee. Het schilderij is genaamd Daar in Delven. En het is de belangrijkste informatiebron voor het zoutzieden in de omgeving hier. In het midden ziet u het afgraven van het veen. En dan ziet u verder op het hele schilderij eigenlijk het hele proces van het zoutzieden. Zout was in de middeleeuwen een belangrijk product, ja zelfs een exportproduct voor heel Zeeland. Het werd geproduceerd en geraffineerd bij Tolen, Rijmerswaal, Vlissingen, Goes, in Zeeuws-Vlaanderen en dus ook in Zierikzee. De uitgestrekte Zeeuwse veengronden werden ook uitgebaat voor brandstof, zoals blijkt uit een reisbeschrijving van een Spaanse Jood uit de 10e eeuw. Omdat hier weinig tot geen hout beschikbaar is om te stoken, nemen de Zeeuwen een soort leem, schreef hij, om zich op te warmen. Hij bedoelde hiermee turf. En uit deze turf werd dus zout gewonnen. We zitten hier op de slikken van Oud-Rilland. En we zitten midden op een stuk open slik. En hier ligt dus dat zoute veen. Je kan heel goed de structuur zien. Dat zoute veen, dat werd uitgehaald en op de dijk gelegd. Het werd gedroogd. Je ziet zo'n hele mooie structuur. En dan krijg je turf. Droge turf. Die turf die ga je verbranden. Van die verbrande turf krijg je as. En in vroeger pakten ze die as en gooiden daar zout water nog eens bij. Dat zoute water, dat lieten ze vervolgens bezinken. Het bezinksel zelf gooiden ze weg. Was troep. En waar het om ging, is dus eigenlijk zout, het eindproduct. Die productie van zout, het zoutzieden, was een gevaarlijk werkje, waarbij de simpele houten gebouwen makkelijk in brand konden vliegen. Ook rook, stank en giftige dampen kwamen vrij. Daarom vond je de meeste zoutketen in de late middeleeuwen ook vlak buiten de stadsmuren. Het Zeeuwse zout werd gebruikt als tafelzout, maar was daarnaast veruit het belangrijkste conserveringsmiddel voor vis, vlees en andere bederfelijke waar. De zoutwinning beleefde haar hoogtepunt in de 14e en 15e eeuw. In de jaren 1422 en 23 produceerde bijvoorbeeld het stadje Biervliet alleen al 9 miljoen kilo zout, waarvan 90% werd geëxporteerd. Het afgraven van veen, ook wel moenering genoemd, of daringdelven, gebeurde in heel Zeeland, van Schouwen-Duiveland tot Zeeuws-Vlaanderen en zowel binnen als buitendijks. Vooral binnendijks leverde dat een gevaar op voor de kustverdediging. We lopen hier over een oud dijkweggetje, op weg naar de oude moeneringsputten, de plek waar de mensen vroeger, dus voor 1600, hun turf gestoken hebben. En als je goed kijkt, dan zie je de rechthoekige bakken waar die turf uitgehaald is. En als je bij laagwater, extra laagwater, goed kijkt, dan zie je de spadensteken er nog in staan van de mensen die hier de turf gestoken hebben. Ze hebben hier die moeneringsputten gegraven, maar door al dat graafwerk verzwakten ze natuurlijk hun eigen positie ten opzichte van de zee. Ze gingen beneden hun eigen maaiveld en dat betekende dat ze de zee meer kracht gaven om door te stoten en een doorbraak te forceren. En daardoor overspoelde dit dorp ook waarschijnlijk. Het is dan ook niet toevallig dat veel verdronken plaatsen in Zeeland, net als Oud-Rilland, vlakbij moeneringsgebieden lagen. Vanwege het overstromingsgevaar verbood Karel V de moenering in het laaggelegen Zeeland in 1515. Het zou tot ver in de 17e eeuw duren voordat het daringdelven vrijwel geheel was uitgebannen. Maar het einde van de grootschalige moenering betekende niet het einde van de Zeeuwse zoutindustrie en handel. Daar kwam de modernere baaizoutverwerking voor in de plaats, de raffinage van geïmporteerd ruw zout uit het buitenland.
Zierikzee, Goes, Rijmerswaal waren natuurlijk van oudsher al belangrijke zoutcentra. En bij de opkomst van het baaizout hebben zij die functie gewoon gehouden. Maar hebben ze hun oorspronkelijk product ergens anders vandaan gehaald. In de 19e eeuw werd ook met deze manier van zoutwinning gestopt. En kwam er een einde aan de eeuwenlange Zeeuwse zouthandel. In de late middeleeuwen was het afgraven van veen ten behoeve van turf en de productie van zout een van de belangrijkste pijlers van de Zeeuwse economie. Het schilderij Daringdelve toont alle aspecten van het zoutzieden bij Zierikzee.